Dank u wel, voorzitter. En ik dank de leden voor hun inbreng in de eerste termijn. En ik dacht, die inbreng van de Kamer is voor mij aanleiding om misschien mijn beantwoording een keer wat anders aan te vliegen dan u van mij gewend bent. Dus geen mooie inleiding over het belang van klimaatbeleid of de waarde van het klimaatfonds, maar ik wilde maar even met de deur in huis vallen. Want ik zal straks uitgebreid ingaan op veel vragen en suggesties die zijn gedaan voor verbetering van het wetsvoorstel. Maar omdat het toch ook een beetje door de eerste termijn heen hangt, wil ik beginnen met de vraag wat nu als voor dit wetsvoorstel geen meerderheid is in deze of de Eerste Kamer. Nou, dan kan de 34 miljard die is gereserveerd om via het fonds uit te geven nog steeds worden uitgegeven aan klimaat. Ja, dat is het geval. Ook zonder deze tijdelijke wet voor de instelling van een klimaatfonds kan 34 miljard worden uitgegeven aan klimaatbeleid. Het loopt dan alleen niet via het klimaatfonds, maar gaat rechtstreeks via de departementale begrotingen. En dat betekent dat uw Kamer minder inzicht heeft en minder overzicht heeft over de klimaatuitgaven. Want die raken dan verspreid over die begrotingen. Dat betekent ook dat er geen toetsende rol is voor de coördinerend minister voor Klimaat. En dat er dus ook een slechtere waarborg is dat het geld zo effectief mogelijk wordt ingezet om de klimaatdoelen te halen. Geen klimaatfonds betekent ook dat de klimaatuitgaven onderdeel worden van het reguliere begrotingsproces, waarbij meevallers niet behouden blijven voor het klimaat, maar zullen terugvloeien naar de algemene middelen. Waarbij het geld ook in de begroting niet eenvoudig kan schuiven naar andere begrotingsjaren. Kortom, de klimaatuitgaven worden zonder instellingswet voor het klimaatfonds waarschijnlijk nog steeds gedaan, maar met minder inzicht en overzicht voor uw Kamer, met minder waarborgen voor goede besteding en een minder ordentelijk proces met checks en balances. En daarom is de regering ook van mening dat deze instellingswet voor het klimaatfonds een waardevol instrument is voor begrotingsbesluitvorming. En juist ook een waardevol instrument voor de Staten-Generaal. En ik heb ook niet voor niks al in december vorig jaar dit wetsvoorstel bij uw Kamer aangeboden. Ik wil benadrukken dat natuurlijk altijd, met of zonder klimaatfonds, het parlement zal moeten instemmen met begrotingen, voordat er daadwerkelijk uitgaven kunnen worden gedaan. En uw Kamer heeft altijd het budgetrecht. Maar mocht uw Kamer dus van mening zijn dat voorstellen uit het klimaatfonds onvoldoende onderbouwd zijn, niet voldoende bijdragen aan de klimaatdoelen, onvoldoende rechtvaardig zijn of om welke reden dan ook onwenselijk zijn, dan is er altijd de gelegenheid voor uw Kamer om gebruik te maken van dat budgetrecht en de begroting van het Klimaatfonds aan te passen. Dat doen we niet vanavond bij het debat over deze instellingswet, maar dat doen we bij de behandeling van de Klimaatfondsbegroting of bij de behandeling van de departementale begrotingen. En daarom, voorzitter, zal ik in de rest van mijn beantwoording ook vooral ingaan op de vragen en suggesties die zijn gedaan voor verbetering van de instellingswet zelf. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat het fundament van deze instellingswet ook goed is en uw Kamer daadwerkelijk die controlefunctie en dat budgetrecht de komende jaren ook goed kan invullen. Voorzitter, dat brengt mij bij een aantal thema's. En ik zal eerst ingaan op de klimaatwet zelf en een aantal vragen die daarover zijn gesteld. Dan het meerjarenprogramma en tot slot een enkele overige vraag. En ik heb dus ook de appreciatie van alle amendementen hier bij de hand. En het is misschien zelfs logisch om dat ergens halverwege de beantwoording te doen als ik alle vragen over de wet heb beantwoord, voordat ik doorga naar het meerjarenprogramma en de overige vragen. Laten we dat experiment aangaan en dan kijken hoe dat loopt. Maar voor u verder gaat, heeft een interruptie van de heer Kops, PVV. Voorzitter, dank u wel. We hebben het dus over een klimaatfonds van 34, 35 miljard euro. En als ik de minister zo goed beluister, zegt hij eigenlijk van nou, als u als Kamer nou voor of tegen dat fonds stemt, die klimaatmaatregelen worden toch wel genomen. Dus betekent dat dan dat die 122 klimaatmaatregelen die we hier hebben besproken 2 weken geleden, ter waarde van 28 miljard, hoe dan ook doorgedrukt zullen worden? Nee, voorzitter, ik heb net ook aangegeven, het budgetrecht ligt natuurlijk altijd bij de Kamer. Dus het kabinet zal dan op andere manieren die voorstellen verder uitwerken en uiteindelijk ook aan de Kamer voorleggen. Dan is het ook aan de Kamer om daar definitief ja of nee tegen te zetten. Maar mijn openingspleidooi is juist, willen we een goed integraal overzicht in alle klimaatuitgaven, goede beoordeling ook aan de voorkant van de doelmatigheid van die uitgaven, dan is zo'n integraal fonds wel heel nuttig, omdat u dan ja, ook op gezette momenten dat totaaloverzicht krijgt en dan ook op dat totaaloverzicht kan bijsturen. De heer Kops.
Dan een andere vraag, voorzitter. Want inderdaad, ik zei het al, 2 weken geleden hadden we het over een klimaatpakket van de minister. 122 klimaatmaatregelen, kostenplaatje 28 miljard. En toen zei de minister in een interruptiedebatje, ja, al die maatregelen leiden tot een mindere opwarming van de aarde van 0,00036 graden. De minister moest er zelf een beetje om lachen. Het is totaal verwaarloosbaar. En nu bespreken we dan een wetsvoorstel, de instelling van het Klimaatfonds, waarmee de financiering wordt geregeld. En wat lezen we dan? In artikel 2 staat het doel van dat fonds. En daar staat daar letterlijk, het doel is, de mondiale stijging van de temperatuur beperken. Nou, voorzitter, dat klopt dan toch niet meer. Dat is dan toch tegenstrijdig. De vraag is, hoe kan de minister met een wetsvoorstel komen, een fonds, dat als doel heeft de opwarming van de aarde tegen te gaan, terwijl de minister zelf met een heel simpele rekensom, die 0,00036 graden, dat doel onderuit heeft gehaald. Dan kan dat hele wetsvoorstel toch nu de prullenbak in? Dank u wel, de minister. Nee, voorzitter, het wetsvoorstel dat we vanavond behandelen zorgt er dus voor dat ik als coördinerend minister voor Klimaat aan de voorkant goed toets op de ingediende voorstellen voor de besteding van het Klimaatfonds, dat ik ook een integraal overzicht aan de Kamer aanbied, zodat de Kamer in staat is om daarop bij te sturen. En dat we ook in de komende jaren goed kunnen controleren of dat het geld aan de juiste dingen wordt uitgegeven, of dat het bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering, aan het versterken van het verdienvermogen van de Nederlandse economie, en dat we op een rechtvaardige manier ervoor zorgen dat iedereen ook kan meekomen in dat klimaatbeleid. En daarom is deze instellingswet verstandig. Tot slot, de heer Kops. Ja, oké, voorzitter. De minister heeft het dus over toetsen of de maatregelen goed zijn en effect hebben, dan komen we dus precies bij artikel 3 van deze wet. Daar staat namelijk, de minister beoordeelt of de klimaatmaatregelen doeltreffend en doelmatig zijn. Nou ja, voorzitter, dan zou ik zeggen, waar zijn we dan in hemelsnaam mee bezig? Als de minister zelf zegt dat klimaatmaatregelen voor 28 miljard euro leiden tot een mindere opwarming van de aarde van slechts 0,00036 graden, hoe kan dat dan in hemelsnaam ooit doelmatig of doeltreffend zijn? Nogmaals, dat is dan toch in strijd met zijn eigen wetsvoorstel dat we hier nu behandelen. Dat kan dan toch direct de prullenbak in? Dank u wel. Uw punt is helder, de minister. Ja, voorzitter, we hebben denk ik vorige week uitvoerig gedebatteerd over hoe we aankijken tegen de inhoud van verschillende klimaatmaatregelen. Daar waren de heer Kops en ik het niet helemaal over eens geworden. Maar ik denk dat lid Bontebal vanavond heel goed heeft uitgelegd welke verantwoordelijkheid Nederland ook draagt. We zijn een rijk en welvarend land met historisch gezien veel CO2-uitstoot. We stoten per hoofd van de bevolking meer CO2 uit dan gemiddeld. Zitten daar in de wereldtop. Hebben ook een grote, sterke economie die veel meer CO2-uitstoot dan de omvang van ons land redelijkerwijs zou moeten doen ten opzichte van andere landen. Dus we pakken hierin onze verantwoordelijkheid, onze bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. En u ziet ook in de verschillende percelen die in dit klimaatfonds worden geïntroduceerd, dat we het ook doen op een manier dat we juist het Nederlandse bedrijfsleven ook in staat stellen om met nieuwe technieken, met innovaties, niet alleen klimaatoplossingen voor Nederland op te schalen, maar die ook exporteerbaar te maken naar andere landen in de wereld, zodat we ook op andere plekken dan Nederland kunnen helpen in die strijd tegen klimaatverandering. Dank u wel. Dan heeft de heer Kops mij heel vriendelijk verzocht of ik nog een afrondende vraag mag voor deze ene keer, omdat u bijna geen interrupties heeft gedaan de eerste termijn, maar dan wel kort. En dan wil ik wel de minister ook de gelegenheid geven om op die wet in te gaan. Dan kunt u vervolgens daar nog weer vragen over stellen. Zeker, voorzitter. Dat wil ik juist doen. Want resumerend, we hebben het wel over een wet van de minister zelf. En ik wijs hem er dus op. Hij heeft zelf aangegeven dat het effect van zijn eigen klimaatbeleid totaal verwaarloosbaar is. En dat is dus simpelweg in strijd met zijn eigen wet. Want artikel 2 zegt van die maatregelen zijn bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nou, dat gebeurt dus niet. En artikel 3 van die wet zegt het moet allemaal doeltreffend zijn en doelmatig zijn. Dat is het dus ook niet. Dus als de minister kan blijven volhouden dat voor zoveel miljarden het wel doeltreffend en doelmatig is om dit allemaal te doen, dat is toch complete waanzin, voorzitter.